you all may know, my name is Mauricio Garcia de la Vega. I'm glad to get myself introduced into the Rora family. And the thing that I want to do here is to make the children to come to the stadium, to make the young couples to come here and to enjoy the football, because the future of football is with the young kids. We have to believe that this school can happen, and we have to put short goals in order to get to the big one. Ja, als ik als klein meisje naar Kaalheide. Ja, heb ik heel goed kerkraad geleerd. Ben ik u van hetzelfde, maar die heeft over keer het plaatje geleerd. Dat wel dan niet wisten. Nou, I tried to do some opening words in Spanish. You put this city a real challenge with your Mexican roots. Bienvenidos a todos. Dat is nog jood, hoor. Me complace mucho encontrarme aquí ante todos ustedes y por supuesto quisiera saludar a nuestro invitado especial, el señor Mauricio García de la Vega. Es un gran placer conocer a usted. Sono la nueva alcaldesa, ya la kan ik afgeslaan. Mauricio, he's a very well-known businessman in Mexico, and we're very happy of having him here and being the first Mexican to have put a foot in Querétaro. Yeah, you said something in a speech like he's the first club owner in North European. Is that right? Yes, that is right. He has, we all know, he has this experience before in Spain. And also in Spain, there are other Mexican businessmen who are have investing in the Dutch professional football teams. But this is the first one that does it in the northern part of Europe. So we're very happy of being here, the first team owned by a Mexican, fully owned. We zijn 2 jaar geleden ingestapt als hoofdsponsor van Rode JC. Mascot werkt aan de zichtbaarheid in voetbal en in autosport. Dat zijn voor ons de pijlers waarop wij inzetten. Dus we zijn ingestapt in de Eredivisie. Helaas zijn we daarna naar de keukenkampioendivisie gegaan. Maar wat we eigenlijk zien is de affiniteit en de partnership met de club. Die soms lastig is geweest in het afgelopen jaar. Maar we hebben wel het gevoel dat de club de weg naar boven weer aan het pakken is. En we hebben echt vertrouwen in de nieuwe samenwerking en het nieuwe elan wat er in de club zit te komen. Kijk, we hadden gewoon het gevoel, we zijn niet klaar. We zijn niet een partnership aangegaan voor 2 jaar. En we willen daarop doorpakken. En dat partnership komt er in naar voren dat we niet alleen op het shirt staan en in de ledboarding, maar dat we ook een showroom hebben hier in het stadion. Dus de betrokkenheid naar de club is breder dan alleen maar het zichtbaar zijn in Eredivisie op tv en nu dan in de Keukenkampioendivisie. Ja, wij geloven heel erg in de regio en in samenwerking, vandaar dat we hier ook zijn. Maar dat we ook veel vaker hier zijn dan dat we nu vanavond hier zijn. En ook vaker dan tijdens de wedstrijd. Wij kiezen er echt voor om te zoeken naar onze synergieën tussen Snowworld en tussen Roda. En ik vond het ook erg fijn dat de nieuwe eigenaar van Roda zei dat hij het heel erg op families ging zoeken. En dat is iets wat wij ook doen. Dus we gaan elkaar daar zeker in vinden om samen jonge kinderen aan de sport te brengen. En bij ons is dat dan toevallig skiën en snowboarden. En hier is het een hart voor voetbal. En ik denk dat we zeker heel veel kinderen samen kunnen bereiken.